Welkom bij de Mytopia Quest Pass uitleg video. Met de Quest Pass op shop.desdavidgames.nl unlock jij een premium Quest Pass. Elke 6 weken is er een nieuw questseizoen en die duurt 5 weken lang. Bij de premium Quest Pass is het overgrote deel een storyline, een roleplay, waar jij aan mee kan doen en waar jij ook onderdeel van uitmaakt. Het vorige seizoen, oftewel het seizoen wat je nu kan gaan spelen, dat borduurt zich voort op wat er de vorige keer is gebeurd. En misschien heb je dat allemaal gemist, dus daarom speciaal voor jou hier een recap van de storyline. Oké, hier gaan we dan. Mijn eerste werkdag bij de politie. Let's go. Ik ben heel benieuwd hoe mijn collega's zullen zijn en wat mijn eerste taak zal zijn. Kijk, daar hebben we onze nieuwe aanwinst. Goedendag meneer. Nou, ik weet dat je pas net begonnen bent, maar ik moet je gelijk aan de zware taak zetten. Oké, geen probleem. Ik hou van een uitdaging. Dat is mooi. De persoon die jij moet gaan opsporen is een crimineel genaamd Boris F. Mm-hmm. Ik denk dat je wel hebt meegekregen dat er laatst bij het glazen huis van zijn reden een aanslag is geweest. Ja. Ja, daar zit Boris achter. Dus aan jou de taak om op te pakken. Oké, helemaal goed meneer. Ik ga meteen aan de slag. Mooi te horen. Nou, hier is je uitrusting. Je kleding. Mhm. Je wapen. Oeh. En het overzicht van je opdracht. Nou, heel veel succes ermee. Ja, dank u wel. Tot ziens. Doeg. Oké. Ja, prima. Hier ga ik dan. In het dossier staat... Even kijken nog. In het dossier staat dat ik als eerste het best kan kijken bij de gemeente De Kaap. Oké, dan ga ik daar maar naartoe. Als eerste ging Bo druk op pad naar de gemeente in De Kaap. Hier konden ze hem niet heel erg veel verder helpen. Behalve dat ze een onbekende hadden geholpen ergens in de afgelopen dagen. Hij had een grote fabriek gekocht die hij compleet cash kon betalen. Nadat Bo te horen had gekregen dat Boris mogelijk een fabriek had gekocht, nam hij maar even een kijkje bij Mechanica. Hier gaf een medewerker aan dat er een vreemde man genaamd F. Bouwmans laatst alleen maar power generators had gekocht. Misschien is dat hem? De medewerker van Mechanica gaf hier over dit pand een tip. Het zou deze fabriek moeten zijn, maar... Ik heb nog geen ingang kunnen vinden. Oh, hier is een ingang. Fabriek van F. Bouwmans. Ja, dat is wel de goede naam. Dus dan zou dit er moeten zijn. Alleen ja, hoe ga ik hier binnenkomen? Ja, ik heb toestemming van mijn baas om een pand er gewoon bij in te breken. Dus daar ga ik dan, denk ik. Oké, dat ging best wel makkelijk nog. Dit zou het pand moeten zijn. Oké, een lift naar beneden. Oké, nu heb ik hem. Ik ga voor het eerst een crimineel oppakken. Daar is hij. Hey, wie ben jij? Ik ben Bo, ik ben een detective. Oh mijn god. Wat moet ik nu doen? Dit kan twee kanten op gaan. Het is niet de eerste keer dat ik iemand ga neerschieten. Ja, bedankt voor die bekentenis. Wat gebeurt hier? Volgende schot is recht door je kop, duidelijk? Ik ben hier echt niet klaar voor. Ik zei duidelijk. Ja, oké. Vertel me wie je bent. Indien ik nog één keer een verdachte beweging zie, dan schiet ik. Ik ben Boris F. Wat moet je van me? U wordt verdacht van meerdere opzettelijke explosies in De Kaap en in Greedale. En nu? Wil je me daarvoor gaan pakken? Ja, dat klopt. Ik vraag om uw medewerking en anders ben ik gedwongen om geweld te gaan gebruiken. Jij hebt echt geen idee waartoe ik in staat ben. Moet ik nogmaals mijn zin zeggen? Wanneer jij mij oppakt, weten al mijn handlangers meteen dat er iets is gebeurd. Door jouw aanwezigheid hier weet ik nu al zoveel van je. Al mijn verborgen camera's herkennen direct jouw gezicht. Vertellen mij wie je bent, wie je dierbaren zijn, wat de naam van je huisdier is. Eén verkeerde zet en ze zijn allemaal in de problemen. Dat allemaal door jou. Bedreigen van een ambtenaar in functie? Het wordt alleen maar beter met jou. Denk heel goed na wat je volgende stap is. Ik word niet bang van jouw woorden. Zie je dat scherm achter je? Ja. Daar zijn je familieleden. Dit, maar... Nee, dat kan niet. Hoe weet je dat dit mijn familie is?
Oké, luister, hier is de deal. Jij gaat werken voor mij, dan gebeurt er niks met jou of die mensen bij jou horen. Je maakt een grapje. Oké, ik maak één belletje naar mijn mannetje. Je moeder woonde toch op de Mindtopiaanse straat 4 in Gredel, toch? Mijn god, hoe weet je alles over mij? Dit kan niet. Oké dan. Laat ze met rust, alsjeblieft. Wat moet ik doen? En een heel gesprek tussen Boris F. en Bo volgt. Uiteindelijk krijgt Bo de opdracht om een dure lading aan wapens te pakken te krijgen en terug te brengen naar Boris. Als eerste moet Bo langs een tankstation voor een tip. Ik denk dat ik hier moet zijn. Hallo? Hoi, ben jij Bo? Ja, dat ben ik. In een van de kleine garageboxen hiernaast kan je vinden wat je zoekt. Hij heeft een rode banner, zo kan je hem herkennen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Oké, dan moet ik daarna op zoek. Bo gaat op pad naar de garagebox. En wanneer hij deze gevonden heeft, is er een tip en komt hij uiteindelijk terecht op een groot containerschip. Hier moet ergens de lading liggen, maar in welke container? Ergens in al deze containers moet de lading liggen. Dit gaat uren duren. Eindelijk. Nu terug naar Boris F. Terug naar Boris. Hallo. Goed bezig, Bo. Ik wist niet wat ik van je kon verwachten. Maar na alles wat je nu hebt gedaan, laat je toch wel een goede indruk op me achter. Mooi om te horen, Boris. Nu heb ik meteen een andere klus voor je. Dus kun je eigenlijk gewoon meteen weer aan de slag. Momentje. Hallo? Je wordt over een half uur verwacht op het bureau. Oké. Met wie spreek... Boris, ik moet met spoed naar het bureau. En je opdracht voor mij? Ja, als je wilt dat ik dit blijf doen voor jou, dan kan je niet verwachten dat ik blijf. Ik kan niet verdacht overkomen. Ik moet nu wel terug, oké? Bo, die vertrok richting het politiebureau van Mindtopia. Wat zou er precies aan de hand zijn? Hallo, voor wie kom je? Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat ik voor de baas kom, maar... Oh, die is er net vandoor. Oh, kijk, wie stuurt nu weer een bericht? Als het maar niet Boris is. Oh, het is de baas. Hij staat op een parkeerplaats in de city te wachten. Ja, dan ga ik daar maar heen. Oh, daar is hij. Hallo. Nou, je bent er eindelijk. Wat duurde zo lang? Nou ja, ik was thuis en ik moest helemaal naar het politiebureau en toen naar hier. En ja, dat duurt best lang. Thuis? Je zegt thuis. Wat deed je thuis? Moest je niet gewoon aan het werk? Bijvoorbeeld op zoek naar Boris F? Ja, natuurlijk. Ik was thuis ook gewoon bezig met research. Ik doe mijn best, meneer, maar... Ik heb hem nog niet te pakken gekregen. Ja, ik was al bang dat deze taak niks voor jou zou zijn. Oh, nou ja, het komt zeker wel goed. Ik ga gewoon lekker aan je de slag, maar... Je bent vanaf nu een onbepaalde tijd met verlof. Leef je spullen maar in. Maar meneer, dat is totaal onnodig. Dat maakt zelf uit. Tot ziens. Nou, doei dan. Ja, tot ziens. Nadat Bo zijn spullen had afgestaan aan de korpschef, ging hij snel terug naar Boris F. om hem natuurlijk te waarschuwen. Ik moet dit echt aan Boris vertellen, maar hoe moet ik dit zeggen? Boris, ik heb slecht nieuws. Wat krijgen we nu weer? Ik ben voor onbepaalde tijd op verlof gestuurd, want ze vertrouwen me niet meer. Wat? Jij gaat mij mijn kop nog kosten. Nee, het komt wel goed. Ik heb juist nu meer tijd voor jou, om dingen voor jou te doen. Ja, met het team dat je in de gaten gaat houden, moeten we nu wel echt heel voorzichtig gaan zijn. Moeten mensen me echt in de gaten gaan houden? Het liefst zou ik je door je kop knallen, zodat ik van je af ben. Maar ik heb je nodig. Ik sta wandeld en jij kan vrij bewegen.
Ja, dat klopt, maar wat moet ik doen? Deze koffer zit vol met goudstaven. Jij moet ze afleveren. Ik kan je wederom geen directe locatie geven, wel een locatie van mijn tipgever. Hij staat bij de vuurtoren in Mytopia op je te wachten. Oké, komt goed. Bo ging op weg naar Mytopia en vond bij de vuurtoren inderdaad een tipgever. Hij gaf de tip dat hij naar een grot op zoek moest en dat zijn kleren nat zouden worden. Dat werd dus een rondje zwemmen voor Bo. Oké, dit zal het wel moeten zijn, denk ik. Welkom! Wat kom je hier doen? Ik kom namens Boris F. Ik heb uw goud bij. Kom verder. Kom verder, ja, hallo. Oké. Oh, je bent halverwege, zie ik. Is het zo moeilijk? Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. Ben je er eindelijk? Ja. Zo, buiten adem, groentje. Ik ben Chris J. Bo. Bo? Bo? Goeie naam zeg. Erg duister. Wat een klootzak. Dus, je hebt wat voor me, Bo? Ik heb voor jou, Chris, een koffer met goudstaven van mijn baas, Boris F. Maar je weet dat jullie een dag te laat zijn? Nee. Nou, dus wel, Bo. Jij en je baas zijn dus mooi een dag te laat met jullie levering. En je wil niet weten wat ik met mensen doe als die te laat zijn. Nou, als ik jou was, zou ik maar snel gaan kijken bij je baas, als die er nog is. Oké, laat er nu niks gebeurd zijn met Boris. Boris? Waarom bericht iedereen mij op zo'n rot moment? Bo opende de sms en zag een foto van Boris F. die opgesloten zat in een cel. Maar het is geen politiecel. Dat is wel duidelijk. Wat nou weer? Oh, ik heb hier zo geen zin in, hè? Een filmpje. Bo! Het is beter voor jou als je hier zo snel mag... Oh. En er volgt nog een sms. Je hebt 1 uur de tijd. En een coördinaat. Nou, die ga ik dan. Vervolgens ging Boris op pad om Boris F. te vinden. Na meerdere aanwijzingen te volgen, komt hij een grot tegen in de bergen van Greedale. Ik denk, als het goed is, moet het hier zijn. Hier is wel een gat. Hé, dat is Boris. Sneller. Boris? Kon het nog wat langer duren? Ja, sorry. Hé, daar is mijn grote vriend weer. Groentje dat hij ook is. Waarom ben ik nou weer een groentje? Ja, omdat je duidelijk ongewapend weer eens hier naar binnen komt natuurlijk. Dat groentje wel, ja. Huh? Goed gedaan, Bo. Kom mee. Nou ja... Bo, je kan nu niet meer terug. Kom mee. Oké. Over een kwartier zie ik je bij de fabriek. Vanaf hier scheiden onze wegen. Oké, tot straks. Haha. Oké, ik ben aangekomen bij de fabriek. En ik hoop dat Boris ook gewoon veilig is aangekomen. Wat een gedoe zeg. Wat een gedoe. Ah, daar zit Boris al. Ha! Je bent veilig aangekomen. Boris, ik ga heel eerlijk met je zijn, maar het zit me allemaal zo hoog momenteel. Ik ging gewoon aan de slag als detective en ik ben nu verplicht op verlof gezet. En ik voel mijn collega's in mijn rug. Heb net iemand dood zien gaan voor mijn eigen ogen. En ik weet niet of ik dit nog allemaal aan kan. Ik ben hier niet voor gemaakt. Bovenmanje, kom op. Heb je nog nooit een keer iemand zien doodgaan? Oké, nou, dan is dit je ontgoeding. Gefeliciteerd. En nu gewoon doorgaan. En door? Wat wil je nu weer gaan doen? Van die Chris zijn we nu af. Maar door mijn celbezoekje staan anderen nu wel weer te wachten op geld. We moeten snel handelen. Ja, en mij weer lekker in mijn eentje crimineel laten opzoeken en onder schot gezet laten worden zeker. Hé, nu niet zo'n toon gaan innemen, hè? Als ik ten onder ga, ik neem jou met me mee.
Oké. Wat moet ik doen? Oké, we gaan samen op pad. Je kan dit blijkbaar niet alleen. Maar ook ben ik alleen niet veilig. Als je een beetje detective bent, kun je wel schieten, toch? Met een wapen? Ja, of ik het wil is een ander verhaal. We gaan naar een verlaten bank. De kluis ligt blijkbaar nog helemaal vol met goud. Oké. En Bo en Boris F. gingen samen op zoek naar de verlaten bank. De oude bank van Sunnyville? Ja, niemand die meer op dit pand let, joh. Kom mee. Even kijken. De deur is op slot, Boris. Ik kan hier echt niet doorheen komen. Ah, stel je niet aan. Ga aan de kant. Oké. Oh. Zo. Oké. Waar is een doorgang naar de kluis? Ah, hier. Ga je gang. Bo, wat doe je hier met Boris F? En hierbij komt dit seizoen van de Quest Roleplay van Season 15 ten einde. Wil jij nu meemaken hoe dit verder zal gaan? Haal dan snel je Premium Quest Pass op shop.davidgames.nl en speel vanaf 13 april mee met het nieuwe seizoen op Mindtopia.